Yes. Oké, dat is goed. Top. Zo, Rijn, nou, nogmaals, hoe gaat het met je? Je zei net al goed, maar vertel, hoe is het gaan de afgelopen twee weken? Ik ben braaf te hardlopen geweest. Ja, dat zeg ik inderdaad. Qua eten, ik heb het niet allemaal bijgehouden, want dat vergeet ik elke keer. Maar ik probeer er wel steeds meer op te letten. En dat gaat wel, maar ja, soms dan niet. Maar goed, het is wel beter dan daarvoor was. Dus denk ik tenminste qua hoeveel. Oké, zullen we gewoon eens beginnen bij het bijhouden? Want dat ging met ups en downs, zeg je al. Kan je er wat meer over vertellen? Het kost gewoon best veel tijd om het in te tenminste, het kost niet heel veel tijd, maar het is nog steeds een beetje rennen, vliegen, kinderen niet meer zo heel veel thuis, maar toch wel kinderen wegbrengen, ophalen, werk wat veel van je vraagt. Dus dan, ik heb soms niet eens tijd om echt te lunchen, zeg maar. Dus dan maak je snel wat en dan denk je later, oh ja, ik moet toch even erin zetten. En dan denk je, doe ik later wel en dat doe je dan niet. Dus dat is meer, het zit niet echt in mijn systeem, denk ik, of zo. Oké, dus het is ook gedeelte planning eigenlijk, als ik het zo hoor. Om de tijd van vrij te maken is het meer. Ja, want je zegt bijvoorbeeld dat je geen tijd hebt om te lunchen, want door wat komt het dan? Je bent aan het werk, hoe ziet het eruit als je aan het werk bent? Nou, het is vaak zo, wat je ziet is dan heb je 12 uur meetings en dan heb je om 12:30 weer een nieuwe of zo en dan wilde nog iemand iets weten en dan moet je nog een mailtje aftikken en voor je het weet is het 20 over 12 en denk je, oh shoot, ik moet nog even wat eten en dan, nou, zoiets. Zo gaat het meestal. Mm-hmm. Ja. Ik heb echt, wat dat betreft echt een kantoorbaan en dat kan prima thuis. Ik vind het er geen klap aan overigens, maar dat is weer een ander punt. Maar dat betekent wel dat, soms denken mensen ook, oh, ze kan daar nog op en dan knallen ze. Dus ik probeer nu wel tussen 12 en 1 niks te niks erin te zetten, omdat ik zelf ook niet zo leuk vind om de hele dag door te werken. Ja. Precies, precies. Maar goed. En hoe werkt dat nu voor je? Nu je daarmee dat geprobeerd hebt eigenlijk? Ja, op zich werkt dat wel een beetje. Je moet het eigenlijk gewoon even echt een agenda zetten. Ja, want ik wat ik adviseer, want wat ik heel erg hoor is vooral inderdaad planning. En het zit inderdaad nog niet in je systeem misschien. Je bent er, we zijn nu 2 weken bezig. Maar het is een proces wat hopelijk steeds beter wordt. Hè? Het hoeft natuurlijk niet na 2 weken er al te staan. Nee. Ik merk wel al dat je er al mee bezig bent. Ik hoor nu al van, misschien moet ik tussen 12:30 en 1 even niks plannen. Of tussen 12 en 1 voor mijn nieuwe meeting. Omdat ik het zelf ook al niet fijn vind om aan 1 stuk door te werken. Dus ik denk dat je hem daar al heel mooi zelf hebt ingevuld. Dus dat je eigenlijk niet eens hoeft te focussen van, ik moet het doen omdat ik met het traject bezig ben. Maar je merkt dat je er zelf eigenlijk ook misschien wel, wel onder leidt. Toch? Als ik het zo goed heb? Ja, ik vind het zo zelf een beetje irritant. Op kantoor is iedereen er wel aan gewend dat je tussen 12 en 1 meestal gaat lunchen. En dat plan is niet zoveel lunchmeetings. En dan, of dan houden ze er rekening mee. Dat er dan lunch gewoon daar is. Maar Hoe zou je dat kunnen tackelen dan? Ik kan het gewoon blokken in mijn agenda, dat is verder het probleem niet. Dat is wel een hele mooie oplossing inderdaad. Dat is weer het voordeel van een kantoorbaan. Ja, en want hoe lang heb je dan de tijd om te eten ongeveer? Ja, ik hoef niet echt tijd te schrijven of dus ik kan het gewoon zelf inplannen. Ja, hoe heet het? Ik zou echt, probeer gewoon anders voor jezelf de tijd aan te houden die je op werk ook krijgt. Zodat er voor jezelf een ritme in komt. En probeer dan ook eigenlijk, je moet zelf kijken of je dat fijn zou vinden. Maar om bijvoorbeeld dan niks te plannen. Dus om dan echt gewoon bezig te zijn met even je rustmoment pakken. En toch eventjes gewoon voor jezelf een moment hebben om gewoon even te eten en tot rust te komen. Want je bent de rest van de dag ook al bezig inderdaad. Ja. Zorg er dan voor dat je echt voor jezelf bezig bent. Want wat eet je nu bijvoorbeeld tussen de lunch als lunch?
meestal iets van maiswafels met kipfilet en gekookte ei of zo. Oké. Maar ik heb van de week ook, wat heb ik nou gemaakt? Gisteren. Van die gerookte paprika uit zo'n pot. Stukjes met scrambled eggs eigenlijk gewoon. Dus met paprika. En hoe is dat gegaan? Wat? Het eten zelf van die gestoomde groenten. Oh, dat was prima op zich. Die paprika die kan ik goed eten. Maar ik heb het laatste... ik heb een poosje geleden linzensoep gemaakt. Maar daar kan ik bijvoorbeeld slecht tegen. Terwijl ik wel van soep hou. Dat is wel een beetje jammer. Ik eet dat ook graag tussen de middag bijvoorbeeld. Ja. Of als avondeten. Okay. Soms als ik uitgebreid heb lunch of zo. Dat was altijd een beetje mijn compensatie eten. Dus ik moet even een ander soort soep vinden die ik wel mag eten. Of kan eten. Oké. Okay. En heb je daar bijvoorbeeld een alternatief al voor? Waarvan je weet van nou dat werkt wel voor mij? Volgens mij paprika en tomatensoep kan wel volgens mij. Oké. Okay. Dus nou, probeer daar wat leuks mee te maken. Hè? Tomatensoep is super makkelijk zelf te maken. En je kan het voor meerdere dagen gebruiken. Dus ik denk ideaal om af en toe eens door af te wisselen voor thuis je lunch bijvoorbeeld of zo. Ja, zeker. Ja, nee, dat is natuurlijk niet moeilijk of zo. Maar het is gewoon, je moet het gewoon even doen. Ja, dus plan hem gewoon lekker in inderdaad. En zorg ook dat het voorbereid is, hè? Dus dat het er alvast ligt binnen handbereik. Dus dat je het ziet staan en dat je weet van oké, ik moet nu gaan lunchen. Dus dat je ook eigenlijk niet tegen jezelf kan zeggen van oké, ja, het staat helemaal beneden. Nou, ik maak nog wel eventjes dit af. Dus dat je echt voorbereid bent van oké, ik ga eten, het staat hier. Ik kan het bij wijze van spreken binnen handbereik pakken. Als je dat makkelijker zou vinden natuurlijk, zou dat een oplossing voor je kunnen zijn. Ja, op zich eet ik vrij standaard dingen. Dus op zich is dat niet het grootste probleem. Ja. Maar, omdat ik heel lang ook niet alles heb mogen eten, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel wat gewend, maar... Oké. Pak die in ieder geval op. En de rest van de dag, hoe is het daarmee gegaan? Laat ze bijvoorbeeld je ontbijt er eens bij pakken. Zijn daar nog dingen veranderd? Nee, dan eet ik eigenlijk nog een beetje hetzelfde. Groente. Fruit met yoghurt en... De nootjes zijn nu dan toevallig op. Dus die nootjes gaan er niet doorheen. En die cacao dingen. Ja. Ja, dat is prima. Weet je, dan wat hebben we? We hadden van die blauwe bessen in huis. Aardbeien hebben we ook gehad. Banaan meestal. Zoiets. Oké. Dus en je avondeten? Hoe gaat dat? Weet je, dat is meestal met het gezin mee. Dus dat is... even loeren. Wat we van de week hebben. Gisteren hadden we bijvoorbeeld pasta. Yeah. Maar dat was dan toevallig verse pasta van die gevulde pasta. Nou, dat is prima. Maar we eten ook wel eens spinazie curry met ei gegeten. Couscous van de week gegeten met vis, zeg maar. Oké. En heb je nou ook nog... Heb je ook nog bepaalde producten nu aangepast of weggelaten sinds we begonnen zijn? Waarvan je zelf al wist van nou, daar moet ik misschien in minderen. Of dat is misschien niet al te handig om te nemen. Nee, dat niet. Ik ben wel even het opletten geweest hoeveel en hoe vaak meer ik opschepte. Dus ik doe dat nu minder. Gewoon eigenlijk één keer, want dat is ook wel genoeg. Zeker voor het avondeten. Want wat doe je nou nog s'avonds? En ik ben ook weer wat meer gaan. Gisteren heb ik een rondje rond het meer hier gelopen met een vriendin van mij. Toen zat ik ineens op 15.000 stappen op een dag. Dat is wel heel top. Sorry. Want je hebt inderdaad, maakt niet uit hoor. Je hebt me meerdere malen inderdaad je gegevens gestuurd van het hardlopen. Van het rondje dat je hebt gelopen. Dus dat zit er volgens mij wel goed in nu. Volgens mij hadden we 2 keer afgesproken uit mijn hoofd eventjes. Ja, woensdag en zondag. Dus dat grappig, want als iemand anders dan tegen me zegt, je moet woensdag en zondag gaan, dan denk ik, oké. En dan gebeurt het dus blijkbaar. Oké. Maar dat is niet erg, hè? Dat is iets waarvan je dan moet weten van, dan ga ik het wel doen. Want ik heb die stok achter de deur misschien. Misschien dat het voor je is. En ik denk dat wanneer je eenmaal progressie boekt en wanneer je merkt van oké, dit draagt bij aan, dat je dat ook echt meer uit jezelf gaat doen. Hè? Ja. Dat is ook een proces en dat merk je eigenlijk met alles. Het is de beginfase,
je krijgt mee van oké, wat is handig voor mij, want je weet zelf misschien niet waar je moet zoeken, want je had niet voor niets de hulpvraag natuurlijk. Dus als ik jou de informatie kan geven en jij kan er wat mee doen, en je ziet uiteindelijk resultaat uit, dan merk je dat het vaak wel blijft hangen bij mensen. Ja. Maar het sporten zelf, je bent gegaan, je bent 2 keer gegaan per week. Wat vond je er zelf van? Naast dat je wel bent gegaan, omdat ik het van je vroeg uiteraard. Maar wat vond je er zelf van? Ik vind hardlopen altijd een beetje saai. Maar op zich kan ik het nu inmiddels wel bijna in 1 stuk door 1.5 uur lopen. Ik doe al heel af en toe, omdat ik anders bang ben dat ik me te veel overtrain. Een beetje een minuut pauze ertussen of zo. Ik heb ook 1 intervaltraining gedaan. Maar ik loop het meeste stuk wel. Ik loop heel, volgens mij best langzaam, maar dat geeft er niet. Dat maakt mij niet uit. Ik was ook niet van plan om snelheidsrecords te breken. Ik vind trouwens ook geen zak aan. Nee. Maar en ik doe van die, wat had ik dat gezegd? Van die headspace mindfulness hardlopen dingen. Dus meer van dat je een beetje zenden van wordt. Nou, dat werkt op zich wel. Vind ik eigenlijk wel leuk. Kan je daar meer over vertellen hoe dat in elkaar steekt? Ja, het is van de Nike Run Club. Dat is een app. Yeah. En die hebben gewoon van die begeleide trainingen. En dat is dus niet begeleid in de zin van... dat heb ik vroeger gedaan. Ik heb leren hardlopen met de Evi Vlaanderen Sportland. Ik ken je vast wel. Dat is zo'n... zou kunnen wel kunnen zien. Nou ja, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal audiobestanden... waarin les 1 is het 1 minuut rennen, 1 minuut lopen, 1 minuut rennen. Oké, moet je een keer 3 minuut lopen. En dat zegt ze ook echt van, je moet nu starten, nu stoppen en dat soort dingen. Een soort trainingsschema-achtig idee eigenlijk. Ja, gewoon in je oor, zeg maar. Dat werkt ook heel goed. Want tegen mij zei van, we gaan overmorgen weer. Dan dacht ik, ik moet gaan. En dacht ik, dit is gewoon een bandje, dit slaat nergens op. Ja. Maar ik had toch het gevoel dat ik moest gaan. En toen heb ik ooit 5 kilometer leren hardlopen en uiteindelijk nog 10 kilometer gedaan. Maar dat merk je dat je gewoon een soort basisconditie hebt, die je al heel snel weer opgebouwd hebt. Want binnen 2 keer of 3 keer kon ik gewoon eigenlijk weer bijna 1.5 uur achter elkaar lopen. Dat je dat nooit echt helemaal kwijtraakt of zo. Dus nu doe ik gewoon wat qua, wat ik bedoel, aan 1.5 uur hardlopen kan je niet echt enorme blessures aan overhouden. Tenminste, vond ik zelf, dacht ik. Het zou kunnen, maar volgens mij, als je geen last hebt, dan komt het wel goed. Nee, precies. En als je nog overtreden 10 kilometer gaat lopen, is het wel anders. Maar ik dacht 5 kilometer of dat 1.5 uur, dat is wel prima. Mm-hmm. Dus nou doe ik dat met die headspace en dat is gewoon begeleid. En die hebben het heel erg over van focus je op het lopen. Dus je ene voet voor je andere. En kijk naar je omgeving. En als je over andere dingen, over je boodschappenlijstje of op je werk gaat nadenken of zo, dan... Denk van oké, prima, en dan laat je het gaan, weet je zo. Dat is van die mindfulness dingen. Vind ik zelf wel leuk, want ze hebben er ook een hele relaxe playlist bij. Dus je hoeft niet hard te lopen, zeg maar. Nee, het precies. Het is echt meer soort een soort begeleid. Ja, het is echt zoals door het bos rennen dan wel. Maar dan zegt ook van je hoeft niet hard te gaan. En ze hebben ook een intervaltraining waar ze zeggen van nu op 50% lopen en op 60% en op 70% en dan nog het laatste stukje op zo hard mogelijk. En dat vond ik ook wel weer grappig. Maar dat werkt voor mij veel beter dan heel hard moeten lopen, merk ik. Maar je merkt wel nu al dat 2 weken geleden zat je nog binnen, was je weinig aan het hardlopen. Je gaat nu al 2 keer per week. Ja. Je weet het aan mij door te geven via de mail. Dus dat zou ook zo met je voeding kunnen. Hè? Je merkt misschien nu van oké, het is wat stroevig, maar ook daarmee bouwt hij op. Maar als je nou kijkt naar beide subdoelen eigenlijk, want dat waren een beetje de subdoelen onder andere van ons, daar heb ik die andere nog, maar dat sporten en je voeding, vooral je voeding bijhouden dan, wat kan je daar dan een beetje uit concluderen dan? Wat vooral wel werkt voor jou? Nou, de stok achter de deur, die werkt wel. Ja. En alleen al het nadenken over van wat wil je nou eten? En vinden, zijn bepaalde dingen echt nodig? Dat werkt al wel. Ik weet van een paar jaar geleden toen ik het wel heel erg bijhield. Weet eigenlijk ergens mentaal wel wat hoeveel er ergens in zit. En dat iets te veel was of te weinig. Of te veel gebeurt meestal. Aan de andere kant heb ik ook niet zo'n zin om er enorm mee bezig te zijn of zo. Dat vind ik dus wel vervelend. Dat ik er dus eigenlijk altijd over na moet denken. Wat eet je dan en wat doe je dan? En dat ik er niet... Wat zie jij dan als bezig zijn? Met je voeding? Nou, dat je bij elk ding wat je, of elk iets wat je kan eten, denkt van is het nou goed of slecht? En de dingen die je dan eet waarvan je achteraf denkt, ja, dat was dan niet zo'n goed idee. Dat voelt me dan toch
bezwaard over of zo tegenover mezelf. Dat vind ik ook vervelend. Ik heb overigens ook een vriendin die echt een behoorlijke zware anorexia heeft gehad. Nou zeg ik niet dat ik dat heb hoor. Of ga krijgen ooit hoor. Dat acht ik mezelf niet toe in staat. Maar die, daar heb ik ook een paar dingen bij gezien waarvan ik dacht, oei, dat is niet, niet best. Ja, ik zou, ik zou jezelf vooral niet bezwaard voelen. Ja, ik blijf op terugkomen wat ik net zei. Je zit in het beginproces, dus je zal er veel mee bezig zijn. Je zal veel met mij gaan sparren over dingen. En dat is alleen maar goed. En dat is hetzelfde met andere dingen die je in het dagelijks leven doet. Dat zit er ook niet na één dag in. Nee, en dat wordt ook zo. Op een gegeven moment automatisme. Hè? Als je voor het eerst gaat autorijden, ben je ook alleen maar bezig met in je spiegels kijken en dingen. En bang en weet ik het allemaal. Maar na 3 jaar stap je de auto in, rij je naar die persoon toe en is er niks aan de hand. Ik zeg niet dat dit 3 jaar moet duren, maar je zal ook met dit zal het gewoon een stuk normaler worden. En ik zou daarnaast echt heel erg adviseren om... ik vind het zelf heel belangrijk om een juiste relatie te hebben met voeding. En wat houdt dat in? Dat is wat we vorige keer al zeiden. Ik zal nooit zeggen dat je een product niet mag eten. Of dat het slecht is of wat dan ook. Het belangrijkste wat ik vind dat jij bij jezelf moet gaan creëren. En ik weet niet of jij het daarmee mee eens bent. Maar is vooral bewustwording. Het is niet zozeer van oké, ik mag dit niet eten. Maar het is meer van oké, wil ik dit eten? En want het draagt niet bij aan het doel wat ik wil behalen. Ja. Dus ik zou vooral daarmee bezig zijn en niet met oké, ik heb dit gegeten, dus ik ben slecht bezig. Zou ik echt niet doen. Dat raad ik echt heel erg af. Nee, dat is zo. Zo wil je niet met iemand gaan. Nee, klopt. Maar goed, ik merk wel dat ik dat dus mentaal doe. En dan dus echt moeite, dat zit dus automatisch in. Dus ik moeite moet doen om ook, maar dat, wat dat betreft, zit heel veel in mijn hoofd hoor. Dat weet ik van mezelf ook. Ja, dat is meer. Wat dat betreft ben ik wel daarmee bezig. En weet ik ook van, dat is gewoon een gedachte. Daar hoef je niets mee te doen. Dus dat probeer ik ook, dat mindfulness gewoon ermee bezig te zijn en zo. Om dat gewoon te denken, oké, prima, dat mag je denken, maar je hoeft er niks mee te doen, hop weg ermee. Dus inderdaad, om gewoon die bewustwording is prima. Ik heb ook één zo'n regeltje die ik ooit een keer van iemand had gehoord, is van, ik eet alleen dingen buiten, zeg maar gewoon je avondeten, die ik een 8 of hoger vind qua cijfer. Ja. Anders vind ik het zonde van de calorieën. Toen dacht ik, dat vind ik nou eens een leuke vuistregel. Dus vaak als je dan gebak of zo hebt, denk ik, vind ik dit nou echt heel lekker. Ja. Maar dat is al die bewustwording, hè, waar ik het over heb. Dat is een hele leuke vuistregel die ik eigenlijk nog niet heb gehoord. Dus zo leer ik ook wat. Dat is wel aardig. Maar als die voor jou werkt, gebruik hem, hè, voor jezelf. Als dat het makkelijker maakt voor jezelf. Ook in situaties, want je zit nu vooral misschien binnen al meer door de corona. We zullen dadelijk ook weer tijden gaan hebben dat we wel weer uit eten kunnen, dat we wel weer naar vrienden kunnen, verjaardag, wat dan ook. En dan hoor ik inderdaad ook heel vaak van oké, ik vind het zo lastig om dat daar te doen. En dan blijf ik altijd terugkomen inderdaad op voorbereiding en dit nu wat jij zegt, van ja, vind ik het waard om dat te doen? En dan is dit een hele goede vuistregel en als die voor jou werkt, zou ik die echt zeker aanhouden inderdaad. Ja. Nee, met uit eten gaan, dat doe ik op zich graag. Dat doen we niet zoveel meer sinds we kleine kinderen hebben. Want dan moet je altijd oppassen regelen. Wat op zich niet erg is. Maar ga je niet meer elke week of wat dan ook. Of even random een keer op zaterdagavond. Ja. Maar dan denk ik daar nooit over na. Dan ga ik ook niet denken van ik neem de salade. Want ik let er vaak de rest van de dag wel op. Dus dan zorg ik wel voor dat de rest van de dag niet zo heel veel. Maar ik ga tijdens in dat restaurant echt niet denken van wat zit hier allemaal in. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is, dan maar is heel goed, mij wel dat, af. Ja, want wat jij zegt nu ook al, je compenseert op de dag zelf. Dat adviseer ik ook vaak inderdaad. Van oké, wanneer je weet van, nou, ik wil wel graag uit eten gaan. Ik wil niet te veel daar compenseren qua voedingsmiddelen. Want het is voor mij een feest om eventjes naar buiten te gaan met vrienden of wie dan ook. Ja. Compenseer dan de rest van de dag inderdaad. Voed jezelf wel, voordat je jezelf helemaal inderdaad vol eet daar. Maar compenseer inderdaad. Nee, heel goed. Ja. Nee, precies. En, dus het is, Nee, fijn. Ik merk nu al heel veel. Je bent er echt mee bezig. Je hebt vuistregels voor jezelf. Dus ik denk dat je het... je weet echt al heel veel. Ook voor jezelf. Ik denk dat je het gewoon weer even inderdaad terug moet halen. En misschien dat je het al weet. Of misschien dat je er nu weer achter komt. Maar neem het mee. Want je bent er echt heel goed mee bezig.
Daar wilde ik even gezegd hebben over. Hoe is het gegaan met die groentewokken? Daar hadden we het vorige keer over. Ik weet niet of je dat nog wist. Ja, ik heb dat nog niet geprobeerd echt gedaan, om eerlijk gezegd. Okay. Ik heb wel af en toe wel en niet, want wij eten gewoon vaak, want die kinderen lusten graag sperziebonen en broccoli en zo. Ja. Daar reageer ik dus heel erg op. Want ik heb het gewoon ook een paar keer weggelaten, omdat ik dan al 's middags met groente of zo had geluncht. Of we hebben heel vaak voor het avondeten gewoon allemaal rauwe groente op tafel staan, waar ik wel dan tegen kan. Maar dat soort dingen die moet ik gewoon eigenlijk niet eten, want dan krijg ik echt... Dat wist ik ook wel op papier, theoretisch wist ik ook wel dat ik daar niet tegen kon. Maar ik dacht voorheen dat het wel meeviel, maar dat valt dus niet mee. Okay. Dus daar moet ik nog even iets voor verzinnen. Om iets anders inderdaad, iets van paprika of zo. Of, ja, kijk eventjes naar die gewokte groente, of dat dan wel gaat inderdaad. Dat is een goeie. Ja, ja of een ander soort groente inderdaad. Houden we die gewoon eventjes voor de volgende keer aan. Ja. Even kijken. Ik heb niet meer gedacht. Nee, dat is geen probleem. Schrijf hem dan eventjes op voor de volgende keer. Neem hem volgende keer gewoon door. Ja. En vorige keer hadden we het ook nog gehad over de wijninname per week. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is grappig. Want als je daar ineens over na gaat denken, dan ga je het ook ineens veel minder doen. Oké. Okay. Dus daar heb ik me braaf aan gehouden. Oké. Okay. Merkte ik ook al dat ik dacht van... op donderdag dacht van, ja, is het nou nodig? Nee, niet zo. Dus dan verbreed je automatisch die gewoontes die je eraan gekoppeld hebt. Of waar je het aan het moment waar je het aan gekoppeld hebt. Dus, dat het dus ook niet altijd hoeft. Dus dat is ook op zich wel goed, denk ik. Dat is zeker goed. Ja, ik ben gewoon echt heel blij om te horen dat er al... nu al bij het tweede consult dat ik al heel veel zelfreflectie hoor. En hoor van, oké, wil ik dit wel nemen? En dat is, daar ben je gewoon echt heel goed mee bezig. Dat is gewoon echt een cruciaal punt om dit voor langere termijn vol te houden. Ja. Fijn om te horen dat het ook wat makkelijker ging om de wijn weg te laten. En hoe ging het thuis zelf? Bijvoorbeeld met je vriend, had hij het erover? Of had hij het moeilijker mee? Met alcoholconsumptie. Nou ja, omdat jullie toch wel de vaste dagen hadden om af en toe samen wat te drinken. Nee, die drinkt sowieso niet veel. Dus dat is voor hem niet zo heel moeilijk. En je merkt ook aan hem... ik heb het wel met hem over gehad. Hij vond het eigenlijk wel een goed idee. Okay. Dus hij zei af en toe met het pesten van... dat is wel nummer 3, hè. Ik zeg, zo de meter op, daar hou ik zelf wel bij. Ja. Dus daar moet hij wel mee ophouden. Maar dat weet hij ook wel. Nee, maar dat is op zich wel... ik denk wel, het gaat wel prima zo. Dus, hij weet ook wel... Hij vindt het ook belangrijk dat ik me hiermee bezig hou. In die zin dat hij ziet dat ik het zelf graag wil. En dan is hij ook meestal wel... altijd supportive, maar nog even extra, zeg maar. Ja, precies. Oké, fijn. En hoe voel je jezelf daarbij? Je zei net wel van... wel fijn. Maar merk je zelf ook nog verschil... lichamelijk of mentaal of fysiek? Hoe heet het? Met de verandering die je hebt gemaakt? Nou, het is... je merkt dat de mentale koppeling tussen... het is weekend, tussen aanhalingstekens, dus... dat hij er al wat makkelijker... wat minder sterk is, of zo, ietsje. Okay. Dus dat is grappig, want ik wist ergens wel dat het hier was... maar je realiseert je dat nooit zo. Maar dat is mooi. En qua fysiek... Dus ik heb ook 2 kinderen, dus ik heb ook 2 keer meer dan 9 maanden... veel langer, denk ik, bijna... anderhalf jaar bijna geen alcohol gedronken. Maar daar merkte ik ook nooit zo heel veel verschil in. Oké. Eigenlijk. Dus meer mentaal de koppeling en dat het gewoon niet goed voor je is. Of in ieder geval dat er veel calorieën zitten en het is sowieso ook niet goed voor je. Juist, dat is een betere benadering inderdaad. Ja. Zijn wel meer. Maar je zei dat je het weekend ingaat en dat het gevoel dan minder is volgens mij. Of hoe zei je dat net? Nou ja, je denkt er gewoon over na. Van, goh, ja, het is dan wel donderdagavond en ik moet dan morgen nog wel werken. Maar heb ik eigenlijk gewoon überhaupt wel zin in een glas wijn? Ja, oké. Okay. Of vind ik het mentaal dat het erbij hoort of zo? Ja, precies. Ik heb liever een kopje thee. Nou ja, en als je dan 2 kopjes thee, dan denk je, ja, dat heeft ook weinig zin om nog... Waarom zou je dan nu nog een glas wijn erbij gaan drinken? Ik vind het wel goed zo. Morgen wel weer. Oké. Dus dan, dat vond ik eigenlijk wel... ik had verwacht dat het lastiger zou zijn of zo. Oké. En geeft het je ook een goed gevoel dat je in het begin nu al zulke stappen maakt? Of voelt het überhaupt of je stappen maakt nu al?
Ja, nou, ik zie het nog niet zo terug op de weegschaal, maar dat, dat kan natuurlijk ook bijna nog niet. Dat vind ik wel... nou, wat ik wat lastig vind, is je kan, ziet pas veel later of het echt effect heeft. Qua, ik heb wel de indruk dat er iets helpt, maar je kan het nog niet echt heel erg bewijzen of zo. Ja, nou, de vraag is, moet je het bewijzen en aan wie moet je het dan bewijzen? Nou ja, ik wil gewoon, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, oh ja, dat ziet er wel goed uit zo, in plaats van, ja. Ja. Dat mag wel ja, van alles af. Ja, dus het is meer aan jezelf, inderdaad. Ja, precies, ja. Dus dat is het meer. Dan, ik hoef het aan niemand te bewijzen, ik vind het gewoon zelf niet uitzien. Dus dat is... Ja, en dat komt inderdaad met de tijd, dat kan niet binnen 2 weken al direct veranderd zijn. Want weeg je jezelf vaak, of kijk je jezelf vaak in de spiegel, of niet? Nou ja, ik kijk wel vaak in de spiegel, want ik heb zo'n enorme spiegelkast op de slaapkamer. Ja, ja, ja. Ja. Maar wegen doe ik 1 of 2 keer per week of zo. Oké. En geeft dat je een goed gevoel als je weegt, of juist totaal niet? Nou, meestal niet. Ik vind het eigenlijk een beetje deprimerend. Oké. Dus ik zou liever... misschien moet ik het gewoon opmeten met zo'n centimeter in plaats van dat wegen, want het heeft toch weinig zin. Nou ja, wat zou je nog meer kunnen doen, bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Nou ja, weet het, om zo'n optie, als jij op dit moment, je zit in het begintraject. Natuurlijk is het fijn om te bij te houden of je progressie boekt of niet. Ik denk dat je, als ik het zo hoor, dat je jezelf al wat stappen maakt met oké, ik voel me misschien wat fitter door het sporten, door de alcoholinname die ik misschien wat verminder. Dus dat toch wel mentale dingen zijn die je nu al afzwakt voor jezelf. Ja, waarom zou je dan het gewicht laten belemmeren? Dus waarom zou je überhaupt in het begin op die weegschaal gaan staan? Ik merk dat heel veel vrouwen, vooral vrouwen, zich heel erg laten beïnvloeden door het cijfertje op de weegschaal. En dat, ja, dat hoeft helemaal niet. Vaak maken ze aan het gewicht dat ze zien een bepaald beeld in hun hoofd van oké, ik ben goed bezig of niet goed bezig. Zo zie ik eruit, zo zien mensen mij. Ja. Maar ik zou, als de weegschaal jou geen fijn gevoel geeft, eerder adviseren om hem gewoon eventjes in de kast te zetten. Of op een plek of op een kast of waar je er niet bij kan en waar je hem niet nodig hebt. En dat je dat gewoon eventjes laat, ook voor jezelf. Dus dat je lekker bezig kan zijn met het proces zelf. En dat we niet te veel bezig hoeven te zijn met cijfers. Ik snap dat je natuurlijk op een gegeven moment vooruitgang wilt zien. Mm. Ook cijfermatisch misschien, dus door het gewicht wat je eraf wil hebben. Maar doe dat misschien later. Gewoon nu niet. Vind jij er zelf van? Nou ja, misschien is dat wel de betere insteek dan... dus ik denk dat het wel slim is. Het is alleen... ik hoop dan elke keer van, ik zou het geholpen hebben, maar ja, dat doet het dan niet. En dan denk je weer van, ja, verdorie. Ja, ik zou vooral wat breder proberen te denken. Dus dat progressie niet alleen terug is te vinden in cijfers. Maar ook in leermomenten, zelfstandigheid, thuissituatie. Ik heb zoveel goede dingen al gehoord nu. Weet je ook, dus dat je met je vriend het bespreekbaar hebt gemaakt. Dat je daar samen over praat nu. Dat hij, dat je er samen mee bezig bent misschien. Misschien niet heel groot, maar toch op bepaalde momenten. Dat zijn dingen die er 2 weken geleden ook niet waren. Hè? En dat kan je niet uitdrukken in een gewicht of iets. Dus ik zou dat echt meenemen voor jezelf. Ja. En ook naar het volgende consult toe. Van oké, waar kunnen we aan werken? Wat kunnen we verbeteren? Ja, nee, dat is waar. Goed. Dus eigenlijk het sporten, dat zit er nu een beetje in. Je gaat lekker 2 keer per week. Hè? Die Nike Run Club, die helpt je heel veel. Ja, en ik ga volgende week donderdag crossfit bij... Je gaat naar de Open Gym. Fijn. Ik dacht, goed zo. Iets gekrachttraind weer worden. Ja, daar was ik eigenlijk nog niet eens op gekomen, inderdaad, dat die open is. Maar ga daar inderdaad weer lekker heen. Probeer het hardlopen daarnaast onder ook in te houden.
Ook voor die energiebalans, dat we daar ook wel op de weegschaal kunnen staan. En dat je echt stappen gaat maken. Ja. Het is gewoon, dat is, zeker dat hardlopen is gewoon mentaal ook goed voor. Ja, nee, nou top. Daarnaast de wijninname, dat gaat echt al een stuk beter. Even kijken, je voeding heb ik er nu even nog niet heel veel over gehoord, maar dat gaat vooral over de lunch die we nu even kunnen verbeteren, dus door wel te gaan eten. Ja, weet je, met de lunch en ontbijt is het makkelijkst voor mij, omdat daar maak ik het sowieso altijd al voor mezelf. Dus dan maakt het niet zo uit wat ik doe, maar als ik het avond eet, is voor nog voor 3 andere mensen. Ja. En ik heb een poosje, omdat het echt moest, apart voor mezelf gekookt, maar dat kost zoveel extra energie, daar heb ik helemaal geen zin om dat te doen. Dus dat begin ik het liefst niet aan, tenzij het iets is wat de rest ook gewoon kan eten. Nee, hoeft ook niet per se, hè? Nee, dat leek me dat het ontbijt en lunch wel weer genoeg was om... Want jij was degene die kookte of je man? Allebei, oké. Dus je hebt het wel zelf in de hand, hè, wat er op tafel komt dan. En ik snap dat de kinderen natuurlijk niet altijd alles lusten. Maar vaak met een kleine aanpassing kan je echt al dingen een stuk leuker maken. En daarnaast die vuistregel gebruikt van oké, wil ik dit echt? Hè? Is het voor mij een 8 om ook bijvoorbeeld een keer extra op te scheppen? Ja. Of doe ik het nu gewoon puur omdat ik gewoon eigenlijk gewoon een soort handeling wil uitvoeren? Ja, precies. Probeer die ook daar toe te passen. Ja, nee, dat probeer ik ook. Oké, dat is fijn. Want denk je dat je daarmee aan de slag kan gaan de aankomende 2 weken? Dus met je lunch, wel door dat wel te gaan plannen. En dat avondeten, om daar die vuistregels ook toe te passen. Ja, dat moet ik eens even naar kijken. Want we hebben een heel lijstje met favoriete recepten. Ik kan wel eens kijken of we nog wat nieuws kunnen vinden. Wat de kinderen wel lust hebben. We eten over het algemeen ook wel vrij gezond hoor, denk ik. Ja, dus... want heb je bijvoorbeeld bij het avondeten recepten waarvan je nu denkt van... geen idee of het gezond is of niet, bijvoorbeeld. Ja, weet je, er zijn er een aantal. We eten wel eens lasagne, dat vind ik zelf heel lekker. Maar dat is niet heel gezond, volgens mij. Maar dat geldt voor veel pasta sowieso. Maar lasagne eten we 1 of 2 keer in de maand. Dus dat is ook niet iets waarvan ik denk... Dan moet ik nou enorm gaan schrappen of zo. En ik heb het wel eens geprobeerd met de courgette in plaats van lasagnebladen. Maar dat vind ik toch niet helemaal fantastisch. En als je bijvoorbeeld iets van... wanneer je dus een lasagne maakt, dat je een stuk lasagne hebt, maar dat je daarnaast wel iets van groente hebt. Dus denk aan courgette, wat vezelrijk is, wat meer vulling geeft, wat je vol gevoel geeft. Dat eigenlijk deel van je maaltijd wordt. Waardoor je misschien wat sneller vol kan zitten. Ja, dat zou kunnen. We eten sowieso lasagne altijd met spinazie en zo erin. Dus zit ook altijd wat goed in. Dus op zich is dat... Het is niet ongezond of zo. Het is alleen, denk ik, zit wat meer calorieën in dan gemiddeld, denk ik. Ik denk dat het voor volgende keer leuk is. Omdat ik merk dat het toch wel, het gaat wel goed met die subdoelen, met wat we net al hebben besproken. Om bijvoorbeeld even te kijken dat jij wat recepten opschrijft, waarvan jij niet weet of het per se gezond of ongezond, wil ik het niet noemen, maar of het calorierijk is of niet. Of we misschien daar kunnen kijken. Je valt een beetje weg bij mij. Hoor je me wel nog of helemaal niet? Ja, heel even. Wacht even hoor.